Brecht, playoff-wedstrijd om plek 3. Gisteren werd al gewonnen met 3-2 in Apeldoorn. Vandaag met 3-0 thuis. Derde plek, fantastisch resultaat dit seizoen. Dat mag je wel stellen. Ik denk dat vandaag een heel mooie wedstrijd was. En een mooie samenvatting van wat we dit seizoen met deze groep hebben kunnen verwezenlijken. Het was snel duidelijk dat wij hier die wedstrijd gingen winnen. We waren de bovenliggende partij 3 sets lang. Ja, toch wel, maar toch heb je dat gevoel niet aan de kant. Ik bedoel, Apeldoorn blijft een heel goed team en je merkt vanaf wij de gaspedaal even gaan lossen, dan zijn ze direct in ons zochten, zeg maar. Maar goed, we hebben heel goed aangevat, we hebben het nog beter gespeeld dan gisteren en echt terug met het niveau dat we in 2012 hebben kunnen brengen. En dat was ook mooi om een seizoen mee te eindigen. 7 augustus bij begonnen met dit team. Als je kijkt naar de dag van vandaag, enorme progressie gemaakt. Ja, zeker wel. Ik denk elke speler kunnen we aflopen en kijken wat hij van progressie heeft gemaakt. Dat is heel mooi, maar dan spreek alleen nog maar individueel. Maar als je kijkt wat het team vandaag terug, echt een hecht blok en vechten voor elkaar en weten wat iedereen doet op de juiste moment. Ja, dat is echt zoals een Zwitserse horloge. En iedereen weet van elkaar wat werkt. De radartjes vallen mooi ineen. Dat is heel mooi om naar te kijken, vind ik. We hebben goed gedaan deze seizoen. Ja, in de eind, iedereen begint een beetje te geloven, maar in augustus was het echt niet in onze plan. Het is ook genieten naar wat er staat. Ja, aan de kant sta ik soms ook te genieten van wat moois zij kunnen brengen. En dan voel ik ook dat het publiek daar kan van genieten. In het midden van het seizoen, en hoe zeg je dat, een klik hebben. Dat iedereen begon om een echte derde plaats te denken. En sinds dan was ze altijd beter en beter.